Nou, ik hoop dat het werkt. Nou, mijn stem is een beetje slecht. Dit is PSS Echo. Volgens mij was ik vorige week ook schor, of niet? ja, die is daaronder dus. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Goedenavond allemaal. Ik zat een half minuut geleden nog te eten. Het is weer eens druk met mijn werk. Met name op dinsdag is dat, loopt dat soms echt uit de hand. Maar goed, ik ben er toch voor de D-Star-ronde. De ronde van vorige week staat nog niet online. Dat is helemaal aan mij aan te rekenen. Ik ben er niet aan toegekomen. Ik ben in eerste instantie vergeten, vervolgens er niet aan toegekomen om de ronde nog online te zetten. Ik hoop dat na de ronde vanavond voor elkaar te maken. Voor 2 weken tegelijk. Dus dan kan Frans daar ook meteen aanhaken. Ja. Nou, ik heb zoals vorig weer niks voorbereid. Maar dat is niet zo erg, want het gesprek loopt toch wel. Ik heb ergens opgevangen dat de ID52 nu toch in aantocht is. Ik heb er maar 1 bron, dus ik weet niet in hoeverre dat nog helemaal accuraat is. Daar moet ik nog achterheen. Maar ik ga eens kijken of er 1 melders zijn. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Hey, I'm always sharp and always keep showing you off. PD1APB, die meldt zich ook weer eventjes in. Ja, laten we een lange break houden. Ik heb PMLWCA, PD4FMJ en PD1HPB. Eens even kijken of er nog meer zijn. PSS Echo. Op als 8, Sierra. Ja. Alexander, ook goede avond. Dit keer via de ether en niet via de chat, hoewel dat ook prima is. Goedenavond ook. Ik ga nog even luisteren of er nog meer inmelders zijn. Dit is Papa Alpha 6 Echo. En Peter had ik ook genoteerd trouwens, PD1HPB. Ik ga nog even luisteren of er nog meer inmelders zijn. PA 6 Echo voor de D-Star-ronde. Ja, 3AEW. Ik luister vrolijk mee. Leuk, voor de lijst begrijp ik. PA3 Alpha Yankee Whiskey, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ik luister nog even of er nog meer inmelders zijn en anders dan ga ik gewoon beginnen. Ja, ik hoorde vanavond, ik weet niet of die persoon, ik denk niet dat hij me voor de gek hield, de persoon kennende, maar die vertelde dat hij een nieuwe blauwe dongel gekocht had. Ik heb zo'n ding sinds 2010 al niet meer in het echt gezien. Ik wist niet dat ze nog gemaakt werden, maar goed, dat is misschien ook niet zo, misschien is het nog nieuw als stok. Maar dat je ze nog kunt kopen, en ik vraag me ook af in hoeverre je ze nog kunt gebruiken. Maar ik heb meteen dan zometeen een vraag aan Frans. Frans heeft er volgens mij eentje gehad, ik ook, maar ik heb hem nog gehad in de tijd dat er nog heel beperkt software voor was. En dat is recent wel in de jaren erop in ieder geval verbeterd. Maar het lijkt me echt iets uit de antieke tijd, hè. Maar eerst een beetje voor naar Wim. Pelma Whisky Charlie Alpha. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Ja, PA6 Echo van PMOS. Ja, even kijken, dus we zijn ongeveer mijn 4e week in de D-Star zaken, voordat ik er kennis mee heb genomen. Ik had weer eens even wat datasheets gedownload van de codec. Ik moest even kijken hoe dat ongeveer in elkaar steekt en waarom dat er zoveel verschillen zijn in geluidskwaliteit bij de verschillende stations. Maar er blijken dus meerdere codec-chipjes in omloop te zijn. Er is een type 2020 en een type 3000. En daar zit ook nog wat verschil in. De 3000 is eigenlijk de verbeterde versie. Die ik kan waarschijnlijk ook gebruikt. Daarnaast blijkt dat de chip slash audio kwaliteit accepteert
van een dynamische range van 46 dB. Dat zijn 8 bitjes. En dan moet je ver onder blijven, want volgens specificatie zou je dan gemiddeld tot 20 moeten zitten. Om de piek op te vangen, anders krijg je vervorming aan de bovenkant. En daarnaast moet je een rolof hebben van 3 naar 4 kHz van ook 46 dB. En als ik de meeste stations hier monitor, of de andere, als ik zo meekijk, of D-Star, dan beginnen de meeste pas tegen 4KC pas af te vallen. Dat veroorzaakt aliasen in de sampling. Loopt tegen de Nyquist grenzen aan. En dat is duidelijk hoorbaar, hè? Dan krijg je allerlei artefacten in je audio en zwevingen. Dus dat verklaart ook heel veel verschillen in audio. Dat is afhankelijk van welke kwaliteit filter de Sericom geïmplementeerd heeft. En daarnaast moet er ook nog een soort gaincontrole in zitten, dat je dus niet over die 46 dB overheen gaat, want dan krijg je allemaal blokgolven. Ik zag op jouw audio van jouw John dat je er ook tegenaan zit. En je rolof die begint pas bij 3800 hertz. Dus dat kan je ook wel enigszins horen. Ja, in de laatste versie zie je dus dat Icon dat verbeterd heeft. Dat is duidelijk hoorbaar in de laatste, latere versies. Dat is duidelijk aan versleuteld. En de codec, daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Daar hebben ze wel wat verbeteringen in gebracht. Maar dat filter en de sampler, die is een ontwerp van ook van Icon zelf. En daar zit ook wel wat verschil in. Daarnaast heeft de chip een jitterbuffer van 80 milliseconden. Dat staat er duidelijk in. Dus dat verklaart ook wel waarom dus af en toe als verschil zit als je de microfoon loslaat en niet. Je zei dat vorige keer van ja, als je de microfoon loslaat, dat loopt niet synchroon met de spraak. Maar dat is bij design, dat is eigenlijk geen software bug. Maar dat zit hem dus eigenlijk in het ontwerp. Omdat er heel veel jitterbuffers van begin tot eind. Dan ga ik dat nog eens even verder uitdiepen. Maar dan moet ik eigenlijk een soort testopstelling maken. En ik heb nog niet het hele beeld van begin tot eind, hè, vanaf de microfoon tot aan de ontvanger. Daar heb ik nog niet alle details in kaart. Maar ik kom al eens verder. Ik heb eerst maar eens de design manuals gedownload. En daar staat al, daar word je wel ook wijzer van. Dus ja, ik heb nog wat andere dingen uitgezocht. Maar een andere keer PA6 Echo van PMOS Shower. Ja, wat ik er zelf van weet is er één versie van de chip. Die is ontworpen voor het Iridium satelliet telefoonnetwerk. En ik zag vanmiddag op de site van DVSI gekeken. Dat ze daar hoog van de toren blazen over de herkenbaarheid van stemmen. Maar dat is juist waar deze vocoder heel slecht in is. Maar deze vocoder die zat oorspronkelijk in de Amber 2000 chip en in de Amber 2020 chip. De 2020 is gewoon een 2000, maar dan met twee vocoders erin voor duplexverkeer. Maar in de dienstapparaten zat doorgaans de 2000. En er is wel een nieuwe versie. Ik weet niet van een 3000, maar ik weet wel van een Amber Plus. Amber 2 Plus moet ik zeggen. Dat is de chip die het meest gebruikt wordt. En het leek er een beetje op toen ik vanmiddag keek dat er een Chinese kopie van bestond. Maar dat lijkt me wel erg onwaarschijnlijk. Maar tegelijkertijd had ik wel signalen dat het zo was. Maar in ieder geval, die 2 Plus, dat is een verbeterde versie. Maar die wordt niet voor D-Star gebruikt. De dingen zijn allemaal downward compatible, zeg ik dat goed? Nou, in ieder geval is het zo dat er is nog een ouder systeem dan D-Star. En dat heet IMBE. Dat heeft ook een veel grotere bandbreedte nodig. Dat werkt gewoon in een 12,5 KC raster. En IMBE is bij Amerikaanse politieagenten berucht vanwege de slechte geluidskwaliteit en de slechte verstaanbaarheid. Want het zit daar in het politiesysteem versie 1.0. Dus nu een versie 2.0. En die werkt ook met de nieuwe vocoder. De nieuwe vocoder die wordt eigenlijk bijna overal voor gebruikt. Voor NXDN,
voor DMR, voor een deel van de DPMR. Voor de APCO P25 versie 2.0. En ja, ik vergeet er vast nog wel een paar. In ieder geval, die zit bijna overal in. Behalve in Tetra. En dat is een verbeterde versie. En die heeft met name één groot verschil. Dat is dat, omdat de vocoder van D-Star, die voor D-Star gebruikt wordt, eigenlijk voor een satelliettelefoonnetwerk ontworpen is, is dat systeem niet erg bestand tegen looptijdverschillen. Dus als er veel reflecties zijn, dan werkt D-Star niet goed. En om die reden is D-Star bijvoorbeeld nooit in Oostenrijk heeft een wortel geslagen, omdat het daar gewoon heel slecht werkte. En het was daardoor niet populair. En Oostenrijk is eigenlijk meteen met DMR begonnen, waar die verbeterde vocoder in zat. Maar die verbeterde vocoder, die nieuwe chip, die kun je dus zo schakelen dat die oude vocoders voor IMBE en voor die voor DISTA gebruikt wordt, dat die ook kan emuleren. Dus dat is wat ik ervan weet. Maar ik weet ook niet hoe accuraat die kennis inmiddels is. Ik ga hem nog even terugpakken. Papa Alpha 6 Echo. Maar dat is wat ik ervan weet. Maar het kan best wel zijn dat er inmiddels toch een nieuwe versie van is. Dat dat toch verbeterd is. Maar omdat dat zo in dat Iridium systeem gebakken zit, waar het ook onderdeel is van het satelliet gebeuren, denk ik dat niet snel zal gebeuren. Dus dat het kan, maar ik weet niet hoe waarschijnlijk dat het is dat het klopt. Maar goed, het kan net zo goed gewoon wel kloppen. Dat over... over de vocoder zelf. Dat van van de frequentiebereik, dat wist ik niet. Er is wel een probleem. De apparaten uit de begintijd, die hadden echt een hele goede modulatie. En vanaf ongeveer de IC91, daar kon je een printje in kopen. Vanaf dat printje, vanaf die generatie apparaten, is de modulatie een heel stuk zachter geworden. En als je die oude apparaten gebruikt, die hebben echt een schreeuwend harde modulatie. Net als dat de nieuwe apparaten hebben. En ik heb pas van Misha begrepen dat hij daar op zijn QRL metingen aan gedaan had. En dat hij zei van nou, die chip die wordt momenteel niet correct aangestuurd. En het verhaal wat jij nu vertelt, van dat ze dus de audiokarakters die kennelijk niet goed filteren. Dat is een sterke aanwijzing waarom ze dat te zacht ingestuurd hebben. Namelijk omdat er door die te hoge frequenties problemen ontstonden. En ze hebben gewoon die nieuwe apparatuur zo ver teruggeregeld dat die problemen niet ontstaan. Dat is mijn hypothese dan, hè? En dat lijkt me een hele logische verklaring daarvoor. Dus dat is de reden waarom ze die boel niet volledig uitgestuurd hebben al die tijd. En kennelijk hebben ze bij de nieuwe apparaten dat ineens voor in de gaten gekregen. Maar hoe dat er met die hele oude apparaten zat, die ook goed zijn. Kennelijk is daar ergens iets misgegaan in de ontwerpfilosofie ervan. Hè? Er is bijvoorbeeld bij die fabrikanten iets waar ze enigszins onzeker over zijn. Ik adviseer wel eens op dat gebied. Hè? Ik weet niet of ik daarmee te veel vertel, maar dat is er nu uitgeslipt. Maar fabrikanten zijn ons erg onzeker omdat Aziatische talen beter klinken als ze dof gemoduleerd zijn. En bij de rest van de wereldtalen is het zo dat die beter verstaanbaar zijn juist als het niet dof klinkt. En dat maakt Japanners en Chinezen erg onzeker bij het maken van dit soort apparatuur. Omdat ze niet goed weten hoe die Westerners er nou, hoe die dat nou vinden klinken. Dus ja, dat het zou kunnen dat vanwege, en er zijn wel eens wat kwesties geweest rond apparaten die te dof waren. En het kan best zijn dat ze daarom dat filter hebben laten varen. En dat ze zeggen van nou, het moet maar zo. Hè. Op bepaalde apparaten van ICOM en op veel apparaten van Jezu zit achterop de microfoon een knopje. Waarmee je de karakteristiek van de microfoon op ofwel Europees kunt zetten of Aziatisch. En voor zover ik weet is 1 altijd de stand voor Aziatisch. Ik pak hem nog 1 keer kort terug hoor. 1 van de apparaten die dat heeft, dat is de FT817, die heb ik zelf. En ik hoor altijd direct als mensen de knop verkeerd hebben staan, die microfoon die bij dat apparaat hoort. Hè. Als hij op 1 staat, is hij dof. En als hij op 2 staat, is hij voor de rest van de wereld en niet voor Aziatische talen. Goed, nou microfoon snel naar Frans. Ik had ze heel in het begin een vraag gesteld, Frans. Had jij ervaring met de blauwe dongel? PD4FMJ en ja, ik zal proberen echt vanavond de beide audiobestanden aan je af te leveren. Van Papa Alpha 6 Echo in de Distaronde. Hey,
Ja, waar is Frans nu weer? Vorige keer was hij ook laat. Hallo, PD4 FME. Hallo. Dit is PSS Echo. Nou, deze verdachte is dus niet meer aangetroffen. Microfoon naar Peter. PD1 Hotel Papa Bravo. Zeg ik het nou goed? Ja, ik zeg het goed. Goedenavond, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, ik wou dat spreken, maar dat ging weer fout, denk ik. Ja. Ja, ik was hier even bezig met het mesh-systeem voor wifi wat te verbeteren. Ik zit helemaal op de zolderkamer, dus daar was ik even mee bezig. Ja, dan werk ik eigenlijk uit de kluis, hè. Dat is even zo'n pakketje besteld bij Sico. Ja, ik was altijd een beetje huiverig voor, want wat het weer op HF gaat doen. Ja, op zich, nee, doet het helemaal niks eigenlijk op HF. Nee, ik heb nog wel weer iets meer storing als normaal, maar ja, dat heb je in een woonwijk, hè. Op een moment dan heb je wat meer storing als het andere moment, maar dat ligt in ieder geval niet aan het systeem. Ja, want ik begon maar eigenlijk een beetje te erger aan de internetverbinding. Ja, ik heb hier geen vaste kabels meer. Ik zit helemaal op de zolder met een radiocheck. Ik denk, ik ga dat eens even proberen, maar... Ja, bij internetverbinding... ben ik er wel 100% op vooruit gegaan, hè. Ja, ik begon een beetje erger als ik televisie zat te kijken of ik elke keer weer uitviel en... Weer aan uit. Daar was ik eigenlijk een beetje klaar mee. Dan moet ik zeggen, als ik mijn modem even opnieuw opgestart, was het alweer wel weer een stukje beter, maar nog steeds die haperingen erin, hè. Gewoon van aan en uit. En als ik nu naar de beeldkwaliteit ook kijk, het is helemaal spatzuiver, hè. Dus ja, dan was ik een beetje mee bezig, die wifi-versterkers. Even kijken wat ik daarmee mee kon, hè. Dus, maar het werkt perfect. Ja, maar het dingetje was natuurlijk een beetje, wat gaat het op HF doen, hè? Dat het niet te veel gaat storen. Maar ja, oké. Ja, ik heb in ieder geval weer goede wifi overal in huis. Dus dat was even een beetje mijn dingetje waar ik vanavond even mee bezig was, John. Microfoon voor het boer, van PD1 HPW. Ja, Roger, ik begrijp inmiddels dat, ik zit ook op het chatkanaal, maar dat Frans dubbel zat. Of in ieder geval, nee, Frans was niet te horen, zijn doorgang. Dus, maar volgens mij was het geen lange doorgang, want hij komt snel tevoorschijn. Dat is dan weer mazzel. Ik moet ook nog even melden dat Rob, PA11301, er is, dag Rob, als meeluisteraar. Ik zie dat Alexander ook in het chatkanaal zit. Maar ik ga hier verder. Ik geef de microfoon aan jou, Frans. Ik kan zeggen sorry dat het niet lukte, maar ik kan er verder niet. Ik draag er geen schuld voor. Hoe zeg je dat? Ik ben er niet verantwoordelijk voor dat je niet hoorbaar was, maar het was wel zo dat je niet hoorbaar was. PD4 FMJ, nieuwe poging van PSS Echo. Ja, dat vond ik nog wel eens. Ben ik nu wat te horen zo? Ja, maar zodra je hem loslaat, weet je dat weer niet zeker, hè? Dus dan moet je hem opnieuw pakken. Dus dat maakt. Maar ik hoor je wel. En de meeste keren gaat het goed, hè? Ja, oké. Okay. Even kijken, want ik heb hier ook gelijk een klein Internet Explorer meedraaien. Ik zie PDF verschijnen. Ik zie nu dat het PDF spreekt. Oké. Okay. Nou, ik heb dus die blauwe domme, daar heb ik de audio server meedraaien, John. Dus die draait continu. Die heb ik één keer aangezet en hoeft nooit meer uit te zetten. En dat is die audio server naar die slag toe, John. En dat doe ik met de blauwe dongel. Ah, dat is helemaal perfect. Nou, ik denk dat je dan binnenkort wat van, van Pascal hoort. PR3 Fox Kilo Mike. Want die heeft vandaag volgens mij zo'n ding gekocht. En ik wist het nogmaals niet. Dat ze er nog waren. Dat ze überhaupt dat ze nog te koop waren. Dingen, toen ik hem kocht, toen waren ze hartstikke duur. Ik heb de derde D-star ronde die er was volgens mij. De derde of de vierde.
heb ik met die dongel gedraaid. Maar ja, het bleek, in die tijd was de software niet stabiel, dus dat crashte voortdurend. En het ding was daarom niet bruikbaar voor een stream. En ik heb toen heel snel besloten om, om mijn portofoon op te offeren en een nieuwe portofoon erbij te kopen. En daar de stream mee te doen, want dat kon toen gewoon niet anders. Hè. Maar het is mooi om te horen dat die software nu wel stabiel is. Ik neem aan dat jij het onder Windows gebruikt, hè. Maar volgens mij zou Pascal dat denk ik liever onder Linux doen. Maar als het maar eenmaal draait, hè. Als je maar weet hoe het moet. Ik kreeg het vanmiddag niet voor elkaar. Maar ik denk dat je wel iets van hem hoort, hè. Goed, microfoon naar, naar Alexander, PA8 Sierra. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-star-ronde. Ja, goedenavond. Papa Alpha 8 Sierra hier. Ja, dit keer weer eens een keer via RF, vakantie voorbij. Afgelopen vakantie een paar keer... wel meegeluisterd via de website van MFJ en ook proberen een beetje interactief via de chat van John mee te typen. Ging aardig, alleen inderdaad wat ik ook laatst de discussie aanslingerde op de chat. De audio via de website van MFJ is niet altijd even goed waarneembaar. Maar goed, ik denk dat het een algeheel probleem is met verschillende digimodus. Dus ik vind het wel interessante techniek die erachter zit, maar ja, soms hindert het ons ook eigenlijk wel. Ja, voor de rest eigenlijk niet veel te melden, dus eigenlijk terug naar jou, Sean, en misschien kom ik zo wat terug op het audioverhaal. Terug aan jou, John. Dit is PSS Echo. Ik heb Ruud ook genoteerd. Ruud, goedenavond. PE1HLV. Ook voor de lijst. Ja, hoe heet dat? Ik heb die discussie niet gezien over de geluidskwaliteit, maar... ja, ik moet zeggen, ik luister ook niet heel vaak naar de stream van Frans. Hè. Het beeld wat ik ervan heb was dat het best wel aardig was. En opmerkelijk vond ik dat er een rotspie bij zit, die niet helemaal goed getimed is. Maar daar kan Frans niks aan doen ongetwijfeld, omdat het in de software zit. Hè. Even kijken. Oh, nee, dat is niet, ik dacht dat er wat getypt werd voor mij, maar het blijkt niet voor mij te zijn. Ja, je kunt er ook mee zenden. Ik weet niet of je luistert, Pascal, maar je kunt er ook mee zenden. even kijken. Maar nu ben ik moet niet twee dingen tegelijk doen, hè, want hier, dan ben ik van mijn apropos. Ik denk dat... ik ga even luisteren of er nieuwe inmelders zijn. Ik kan er helaas niet lang bij blijven, omdat ik toch echt vanavond heel druk heb. Ik heb, ik denk dan wel een uur of zes te vertalen vanavond. En morgen ook een dag van meer dan 10 uur, denk ik. Dus... ik weet niet of ik dat aan het begin gezegd had, maar er is dus weer iemand op vakantie en ik heb zijn werk erbij gekregen. Dus dat was iemand met veel werk kennelijk. Ik ga even luisteren of er e-mailers zijn. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-star-ronde. Papa Alpha 4 Delta X-ray, goedenavond, u luistert lekker mee, over. PA4DX, goedenavond. PSS Echo. Zijn er nog meer? Eenmaal, andermaal. Ik hoor niemand, ik probeer het misschien zometeen nog wel even. Jawel. Microfoon, ik vind het wel erg interessant wat je vertelt, Wim. PA0WCA, de hele groep, dit is Papa Alpha, PSS Echo. Ja, zeg ik ook penalist, ja. Ja, als je goed luistert her en der, er zijn stations, ik zal het nog niet direct kon noemen, maar die hebben gewoon perfecte audio, dus dat kan wel, hè. Dus ik kan op die star gewoon goede kwaliteit audio neerzetten. Dus wat is het probleem niet? Het is er gewoon, er zijn gewoon die bakken er niks van. Maar dat komt inderdaad door die filters, die kwaliteit van de ingangsfilters
Ik kan daar niks aan doen, hè, want ik krijg die samples voor aangeboden. Maar IconBout dus, heeft dus verschillende filters gebruikt, blijkbaar. De meeste die ik net zag, ik heb hier op het ogenblik een audio spectrum analyse even meelopen. Om te kijken wat het dynamisch bereik is en de frequentiebereik. De meeste zijn gewoon veel te hard, dat is zo te zien. En de roll-off is veel te hoog, de meeste zitten allemaal tegen de 4KC aan. En dan krijg je dat, dan gaat hij terugvouwen, de sample die, als je over die 4KC erin gaat of er in de buurt komt, dan gaat hij de frequenties terugvouwen naar binnen toe. En dan krijg je allerlei artefacten naar binnen, dus dan krijg je dat rare, extra rare geluid erbij. En het slist bij de meeste. Maar goed, dat is wel een kwestie van tijd, maar dat valt gewoon op. Bij PA8S zag ik trouwens niet raar, daar mis je soms de onderkant van de sinussen. Dat snap ik niet, maar... Dus als je dan trouwens kijkt, dan zie je alleen een beetje de bovenkant, een beetje de ondershoot. Dat is wel gewoon verstaanbaar, dat is het probleem niet. Dus. Maar het is wel leuke stuff. Maar ik ga me nog verder invliepen in die jitterbuffers, want daar zitten ook nog heel veel problemen in. Wat jij ook zei over die verbindingen via satelliet die er last van hebben. Hier gebeuren heel andere dingen, want die hele D-Star is eigenlijk niet zo bedoeld voor internetgebruik. Dat is eigenlijk voor huurlijnen. Eigenlijk zou je huurlijnen moeten gebruiken. Maar goed, dat is veel te duur. Maar die jitterbuffers, daar ben ik nog niet achter. Dus die aan de zendende kant, die is 80 milliseconden. Dat heb ik nu gevonden in de documentatie. Dus dat valt nog wel mee. Maar goed, dat zit ook aan de ontvangende kant, dus dat is samen 160. En dan heb je nog de jitterbuffers in de reflectors, maar hoe groot die zijn, daar ben ik nog niet achter. De PA6 Echo, PA3 Bekel. Ja, Robert ook, goeie avond van PA6 Echo. Ja, interessant. Het is mij eigenlijk te veel moeite om er wat voor te maken, want ik heb al zo verschrikkelijk veel wat ik aan het doen ben. Maar het is natuurlijk wel interessant om er even wat DSP voor te zetten, voor de microfoon ingang van je porto. En dan eens te kijken wat er gebeurt als je wat loopt te filteren, hè? Want dat zou er wel eens een hoop kunnen uitmaken. Jawel, ik zit met verbazing te kijken dat de David Dongel inderdaad in Frankrijk nieuw te koop is. Die blauwe dongel. Voor €70. Ja, via eBay. Geweldig. Nou, dat is toch niet gek. En hij ziet eruit als een originele. En ook de papieren die erbij zitten, waar hij bovenop ligt. Die zien eruit als de papieren die ik hier destijds ook had. Dat weet ik zelfs nog, hoe die eruit zagen en het lettertype. Dus ja, nou vrij, die is er dus nog. Voor de liefhebber. En daar kun je mee zenden en ontvangen dus. Ja, microfoon meteen naar de inmelder. Robert PA3BKL, de groep. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Goed, John. Ja, ik had vanaf het begin, vanaf 8:30 had ik al een paar keer geroepen. Maar ja, ik denk, misschien ben ik wel gehoord. Dat had ik tenminste gedacht. Maar misschien dat ik dubbel zat of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, ik heb even de porto even uitgezet en weer aangezet en... Dan ben ik blijkbaar ook niet hoorbaar. Heel vreemd, maar goed, maakt niet uit allemaal. Maar ik wil nog even zeggen dat, dat ik een IC92 hier krijg. In iedereen denkt natuurlijk, hoe kan dat? Maar er gaan er een paar door het circuit heen. En vooral YouTubers, die hebben zo'n ding gekregen. En die mogen dat ding dan houden. En ja, die bieden wel eens wat te koop aan. Dus er komt eentje deze kant op, hè? Alleen ben ik wel afhankelijk van de koffermethode. En de koffer wordt bediend door een Turkse vriend van mij die bij ASML in de afdeling Rotterdam werkt. En die komt dan regelmatig hierheen. Dus daar zit dan ook al weer een doosje in zijn koffer met een IC92. En dat wil ik even zeggen, ja. Nog iets wat anders. Vanmorgen hadden we een stroomstoring hier. En dat komt natuurlijk wel eens een keer voor. Ze zijn hier allemaal gebouwen aan het afbreken en weer opbouwen. En het was even een flinke stroomstoring. En dat was waarschijnlijk zo'n rare puls dat mijn hele netwerk in de war was. Vanmorgen had ik geen internet. En de oven die stond ineens in de locked stand. Je kent wel, die Elvis hebben tegenwoordig zo'n
zo'n lok. Dat kinderen niet aan het klokje gaan zitten of aan de oven komen of zo. De oven aan of uitzet of zo. En toen moest ik even de gebruiksaanwijzing opzoeken waarom dat was en hoe je dat weer op nul kon zetten. Hè. Dus dat waren even de berichten van mijn kant. Hè. Ik hoop dat ik nog hoorbaar ben. PA6 Echo van PR3 bij Gelm. Ja, nou om te beginnen. Ik heb jou lange tijd op de laatste uitzending 7:15 zien staan. 14 minuten over 8. En toen dacht ik van nou Robert, die gaat weer net voor de ronde weg. Hè? Dus, maar ik heb wel steeds gekeken naar de site. Maar het zou best kunnen dat ik de laatste 10 minuten niet goed gekeken heb. Maar al die tijd stond jouw laatste uitzending op 7:15. Dus je bent niet hoorbaar geweest. Maar ook niet op de reflector geweest. Hè? Dus, of althans, ik kijk op het dashboard van PI3XTV die aan XRF088B hangt. Maar daar was je in ieder geval niet aanwezig. Dus ik heb geen uitzending gehoord, geen inmelding gehoord. Dus, en ook, het was ook niet zichtbaar, want ik let daarop. Dat was vorige keer, toen zaten allerlei mensen ineens wat uit te proberen. En toen dacht ik dat ze zich inmelden. Dus die wilden hun linken tijdens een uitzending. En ik dacht, ik had dat zelf inderdaad gezegd dat kon. En die waren helemaal geen inmelden, dus dat was ook wel komisch. Maar nu let ik goed op en ik had je niet eerder gezien, nee. Maar je zegt dat twee keer toe IC92. Maar ik ga er toch alsjeblieft vanuit dat het een 52 is, of niet? Ja, ik begon zelf ook aan hadden denken, zeg maar 92 of 52. Nee, IC of ID52, ja. Dus dat is wel leuk. Er zijn een aantal YouTubers die dingen testen en ja. Die willen dat ding niet hebben of die wachten tot er weer een zending komt of ze hebben geld nodig of zo. Want ja, als je YouTuber bent, dat is natuurlijk een hele drukke hobby. En de schoorsteen moet wel roken natuurlijk. Hè. Dat zijn toch wel dingetjes. Ik zou er bijvoorbeeld heel veel tijd voor hebben. Maar ik zou dat echt dus best wel een geestelijke belasting worden. Iedereen zit aan het wachten op nieuwe video's. En als je één keer een keer te laat bent, dan roepen ze van, ja, maar u had beloofd dat je gisteravond een video zou uitzenden. Ja, die mensen denken dat het allemaal op een knopje drukken is en dat het dan ineens op YouTube staat. Maar dat is verleefd anders natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, dat is het nieuws eigenlijk van deze kant. Ik kan niet wachten tot het dossier is. Hè? Dat lijkt me een prachtig ding, man. Echt leuk. En het is zo dat je dus in UAF en op beide banden kun je dus tegelijkertijd QSO's voeren. Dus het is echt helemaal duplex geworden. En als je hem naast een ID 51 zet, dan is die gewoon ietsje hoger. Heel klein beetje maar. Hetzelfde antennetje. Hetzelfde logische werkwijze. Alleen het display is echt loeigroot. Als je dat rijtje TH74, ik geloof dat ik één iemand zag met een TH74 in deze ronde. Als je die naast een 51 en een 52 zet, dan heeft de 52 van het grootste scherm. Hè? Ja, prachtig ding is dat. Ja, ik kan niet wachten tot die er is. Heel mooi kleuren scherm en zo. En wat je ook ziet, ze hebben die minuutjes. Dat hebben ze helemaal, ik zal maar zeggen, veralgemeniseerd, hè. Al die icoontjes lijken precies op die dingen in de IC705 en de 9700. Hè. Overigens, als er nog mensen meeluisteren, die hebben een IC705, zo'n QOP set. Er is nieuwe firmware voor dat ding. Dat is niet de nieuwe features of zo. Er zat voormalig 1.24 versie in. En ze hebben een foutje ontdekt bij de cursor in het HF-gedeelte. Bij de waterval. Die liep niet goed mee als je aan de knop draaide. Dus die fout hebben ze verbeterd. En dat heet nou versie 1.26. En je hoeft geen backup te maken als je die installeert vanaf een 1.24. Want ik doe dat altijd wel. Ik maak even een backup. Want ja, als je alle settings kwijtraakt, dan kan je weer helemaal overnieuw beginnen natuurlijk. Ik geef me van PR6 Echo, PR3, PL. Ja, Roger. Nou, die YouTubers, als ze dat een beetje goed doen, die krijgen genoeg geld hoor. Ik bedoel, je hebt hier in Nederland zo'n make-up dame, hè? Nicky de Jager. En volgens mij krijgt hij alleen van YouTube al 5,5 miljoen per jaar. Ik bedoel, daar kun je wel een potdoetje van doen. Hè? Maar de wat mindere goden, die harken wat minder naar binnen.
Ik heb veel reviews gedaan. Ik laat me over het algemeen niet sponsoren bij dat soort dingen. Nou ja, de portokosten als ze die willen betalen. Maar ik probeer dan probeer dat wel netjes te houden. Maar ik heb ook wel dat ik bijvoorbeeld werk moet doen aan zo'n apparaat. En dan krijg ik hem hier ook. En dan is het eigenlijk niet gebruikelijk dat ik hem mag houden. Maar het is wel gebruikelijk dat ik hem dan voor eco-prijs of nog lager zelfs kan kopen. Met de mogelijkheid of in ieder geval de toestemming dat ik hem ook mag doorverkopen. Dus dat heb ik wel vaak gedaan. Ik heb op die manier een 2820 verkocht, weet ik onder andere. Een ID88 heb ik ooit hier een tijdje gehad voor, hoe noem je dat? Ik ben vandaag wel breedsprakig trouwens. Ik vertel allemaal dingen die ik eigenlijk nooit vertel. Maar dus op die manier werkt het dan wel. Maar ik probeer het altijd puur te houden. Ik bedoel mensen bij motorbladen en autobladen. Niet alle motorbladen en niet alle autobladen. Maar dat is toch wel een branche die berucht is om de sponsoring. En ik heb het ook bij mijn directe collega's soms wel meegemaakt. En ik vind niet dat je dat kunt doen. Want je hebt de positie van je lezers die je moet, of je luisteraars of je kijkers die moet je vertegenwoordigen. Dus je moet eigenlijk dat bij journalistiek werk altijd puur houden. Maar ik doe van alles en bijvoorbeeld bij vertaalwerk, dan alle relatiegeschenken die ze me aanbieden bij vertaalwerk, die pak ik gewoon. Want daar is geen sprake van beïnvloeden. Maar als pers moet je dat nooit doen, dus ik wil dat altijd netjes houden wat dat betreft. Dus als ik een review doe, die ik toch wel geregeld gedaan heb, dan is het hooguit de portokosten die ik accepteer, maar verder niet. Maar goed, aan de andere kant zeg ik ook van ja, als er een negatieve uitkomst is, dan vertel ik het ook gewoon hoor. Dat vertel ik er vooraf al bij. Als je dat niet wil, moet je hem niet opsturen. Dan, misschien dat ik hem dan ergens anders verhaal, dat verhaal er toch komt. Maar nee. En ik ben wel in staat om hem aan te kopen en gewoon met een korting weer door te verkopen. Als het echt een goed verhaal oplevert, dan loont dat ook de moeite wel weer. Maar goed, ik ben van plan om de komende tijd niet echt reviews te doen, maar wel een beetje, als er een nieuw apparaat op de markt verschijnt, om dat via mijn YouTube-kanaal te laten zien. Goed, lange verhalen. Microfoon en Frans. Even goed nieuws om te horen. Frans, je hoort het? Ja, nee, ik wil zeggen, gebruik je dan de standaard software, maar ik neem aan dat Pascal wel contact met je opneemt en dan vraagt hij dat wel, dan hoef ik het niet door te brieven, hè. Daar ga ik alweer. Ik pak hem nog even terug. Microfoon naar Frans. PD4 FMJ. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Diesta-ronde. Ja, dankjewel John. Ik heb net ook even gespit. Ik zie dat David Hongel ook bij Maas Electronics te koop. En het leuke is, daar is ook software bij. De TV-tool. Als je die hebt, dan kun je hem eigenlijk gelijk aan een pc koppelen, of aan een laptop, of wat dan ook, hè. Ik heb ook nog een vraagje. Ik ben namelijk op zoek naar iemand die mij een beetje kan helpen in de App Inventor. De App Inventor is een programma om apps te maken voor de Android-telefoon, John. Wacht even. Ik liep de zendknop los en ik weet niet of ik dan daarna nog hoorbaar ben. Pascal moet toch uitleg hebben, Frans, want hij heeft die software, maar hij komt er niet meer verder. Ik denk dat hij wat in moet vullen. Misschien kan ik hem ook wel helpen, hoor, maar je kent die software goed. Dus ik zal, hij kent jou volgens mij. Het is natuurlijk ook iemand uit dezelfde provincie, AI. Hè? En jullie woonden vroeger niet ver uit elkaar, volgens mij. Maar jouw vraag, die volgens mij ook niet voor mij bestemd was helemaal, maar ik heb jouw vraag niet onthouden. Ik neem aan dat het eigenlijk meer voor de anderen was. Het ging over jou, over Android tools, hè, voor. Maar ik weet niet meer waar het precies over ging. Maar ik ga ervan uit dat alle anderen dat begrepen hebben. Dus wat ik doe is dat ik de microfoon aan de volgende geef. En ik denk dat ik over 5 à 10 minuten zelf Q&T ga. Microfoon aan Peter, PD1 HPB. Ik ben eigenlijk helemaal niet op jouw wifi-verhaal ingegaan, sorry. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ai, PD1 HPB, nou hoop ik niet dat jouw uitzending ook verloren gaat. Waar zit er nog, Peter?
PA2DKW. PA2DKW dacht ik. Ik zal eens even kijken of ik dat goed onthouden heb. Verstaan heb. Ja. Jij krijgt meteen de microfoon. PA2DKW. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star-ronde. Ja, goedenavond. Papa Alpha 6 Echo. Papa Alpha 2 Delta. Kilo Whisky. Ja, ik geloof dat ik me voor het eerst hier inmeld op deze ronde. Ik heb denk ik al anderhalf jaar de ICOM 9700 in bezit. Alleen ik spreek dat ding eigenlijk uitsluitend analoog en af en toe voor FT8. Maar deze start, dat deed ik maar zelden. En als ik daar wel eens wat erop mee deed, dan lukte het me niet om me in te melden. Hè. Maar dat kwam puur door het feit dat ik me niet in de techniek verdiept had. Want dan hoorde ik wel wat, maar dan stond dat ding op CQ en niet op de juiste reflector. Of goed. Eerlijk gezegd, duizelt dat nog steeds een beetje hoe dat precies werkt. Maar ik geloof dat ik het in ieder geval nu voor elkaar heb om via de repeater voorburg met een reflector te connecten en zodat ik mezelf kan inmelden. En ik had eigenlijk een paar dagen geleden die repeaters weer eventjes geactualiseerd, want dat was nog hopeloos verouderd, waardoor het helemaal niet meer werkte. Dus ik dacht eens kijken of dat werkt en het lijkt er wel rimpel op dat ik me kan inmelden. Ik ga weer even door van PA2DKW. Ja, nee, werkt prima. Modulatie luid en duidelijk. Ik weet niet wat Wim daarvan vindt, maar dat gaan we misschien zo meteen nog horen. Nee, het werkt goed. Welkom op D-Star. Het is door de week was rustig. Meestal heb ik hem wel aanstaan, alleen momenteel is bij mij QRL-matig zo druk. De apparatuur staat gewoon in mijn werkkamer, maar dat hij toch wel eens uitgaat, hè, dat het een beetje te veel is. Maar over het algemeen ben ik er vrij geregeld. En als ik iemand hoor die aan het experimenteren is, dan probeer ik, als er verder niemand terugkomt, ook altijd wel even retour te komen, als dat mogelijk is. Hè. Maar volgens mij heb je die hulp niet meer nodig, want het werkt gewoon. Hè. Jawel, ik ga de microfoon nog even doorschuiven aan de volgende lijst. En dat is ik ga even kijken of Peter er nog is, want mogelijk zat Peter dubbel met iemand. PD1 HPB van Papa Alpha 6 Echo. Misschien horen we zo meteen nog. Microfoon Alexander, PA8 Sierra. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, hier Papa Alpha 8 Sierra weer. Ook eventjes gelijk een verzoekje richting Papa Alpha 0 WCA. Als je mij inderdaad op je spectrum online ziet. Ik heb een klein aanpassing gedaan in mijn TX Audio in mijn porto. Ik weet niet of dat de onderkant van de sinus nu wel doorkomt. Ik heb ze niet bewust eraf gehaald, of niet bij mij weten. Voor mij is ook een beetje experimenteren af en toe. En ik heb geen mogelijkheid op dit moment om mezelf terug te zien qua spectrum. Maar misschien dat jij inderdaad hier nog wat zinners over kan zeggen. En zo niet, dan ga ik gewoon weer verder met experimenteren. Op Alpha 8 Sierra. Terug naar de volgende. Ja, ik pak hem even. Wim was inderdaad aan de beurt. Dus Wim, pak hem maar. PA0WCA van PA6 Echo. En de dienst daaronder. Ja, Rosje. PA6 Echo, PA0WCA. Ja, voor PA8S. Je audio klinkt best wel goed, dat is het probleem niet. Het is heel verstaanbaar, dus het is ietsje te hard of zo zacht te kunnen. Dat is wel opvallend, dat de kwaliteit is goed, maar de onderkant van je sinus, ik denk dat een van de instellingen van je versterker torretjes, dat transistortje, niet helemaal klasse aanstaat, dat de onderkant een beetje vastloopt. Zo ziet het eruit als je op een scope zou kijken. Dat zie je wel vaker, maar op zichzelf is dat niet problematisch, het was net wel aanwezig, zag ik. Voor PA2DKW, 9700, die heb ik ook. Maar je moet je microfoon gain even terugzetten naar 20%, of 20. Ja, 20%, dat is veel te hard. Dan zit zo, klipt er zo wat. Terug even naar PA6 Echo van PA1.
Ja, ik vind het zelf niet zo'n probleem hoor, als het maar goed verstaanbaar is. En de volumeknop, daar zit ik vlakbij, hè, dus dat... ja, je hoort het in de audiostudio, studio is bij mij geen sprake van hoor, dat is gewoon wat samengeraapt spul met een computer. Maar daar zie je ook wel dat de audio toch gewoon asymmetrisch is, een echte duidelijke oorzaak is er dan niet. Want het is gewoon ja, twee hi-fi microfoons, ja, high-end microfoons eigenlijk. En toch is het audio dan asymmetrisch. Hè? Dan is het wel zo dat er geen flattopping optreedt, maar er is geen limiting. Maar dat het asymmetrisch is, dat is soms niet gek. Hè? Dus als aan de ene kant eraf gesneden wordt en aan de andere kant niet. Maar ik denk dat aan de ontvangstkant ook alweer zoveel... Lopa's filtering staat dat een deel van die ik weet niet waar jij meet hè, want, maar dat in de luidspreker is het nog vaak alweer verdwenen hè, dus dan zijn de randjes gewoon weer rond dus dat zie je wel vaak. Goed, ik moet er helaas vandoor, ik moet echt aan het werk, want anders dan wordt het vannacht heel erg laat en ik moet morgen echt wel heel vroeg ook weer op, dus het spijt mij, maar ik zou zeggen, kuur zo gerust verder. Liefst in een niet al te grote chaos, dus zeg aan wie je de microfoon geeft en hou uitgebreide ruimte voor inmelders. Hè. Hoe regel ik dat nu? Dan moet ik, eigenlijk als ik dat volg, dat advies, moet ik gewoon iemand de microfoon geven. Hè? Ik geef hem aan Alexander, dan kunnen jullie onder elkaar uitmaken hoe het verder gaat en wie de microfoon krijgt. Hè? Dan moet Alexander maar zelf beslissen aan wie hij hem geeft. Maar laat lange breaks, zodat mensen zich kunnen inmelden. PA8 Sierra, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, Papa Alpha 8 6 Sierra. Dankjewel, John, voor de D-star vierkantje. Zag ik net voorbij. De ronde wilde je het niet noemen. Zag ik net op de chat voorbij komen eerder deze avond. Qua instellingen op de mic, zoals ik net al zei, ik zit gewoon in een portootje te praten. Ik kon een paar hele basale settings aanpassen en voor de rest is voor mij eigenlijk nog abracadabra. Dus het belangrijkste is dat ik verstaanbaar overkom en de rest dat zie ik in de nabije toekomst wel een keer. Ik kijk gewoon eventjes op mijn eigen hotspotje eigenlijk naar de calls die... er allemaal zijn. Ik geef even terug aan PNO-WCA. Misschien inderdaad dat je me nog tips kan geven en anders misschien de mic naar een volgende. Dat was Papa Alpha 8 Sierra. Ja, PA 8 Sierra van PNO-WCA. Ik zou er verder niks aan doen. Dat klinkt gewoon goed hoor, daar niet van. Ik zag het er wel op zijn koop. Ik ken dat effect wel, omdat John ook zei. Soms is het iets asymmetrisch, maar vaak is dat de instelling van het toer. Maar dat is bij jou helemaal geen probleem. Je komt er prima uit hoor, ik zou er verder niks van aantrekken. Maar omdat we hier op een technisch amateurforum zitten met experimenten, ja, zonder handen om het te weten. Voor de rest is het prima verstaanbaar. Het zou ietsje zachter kunnen, ik al iets zachter zetten. Dat is ook geen probleem. Maar even, de DKW die was te hard, dat valt te hard met zijn 9700. Die, even kijken of die wat zachter kan zetten. Geef me de microfoon even naar de 2 DKW van PNOW Show. Ja, prima. Met een ruim kiertje PA0WCA. Groepje PA2DKW. Ik heb zoals gezegd op 20% gezet. Dus ik ben benieuwd of dit dan een stuk beter klinkt. Ik heb nooit wat aan die audio settings gedaan hoor. Dus ik verbaas me ook niet dat het niet helemaal goed stond. Of tenminste, eigenlijk verbaas me dat wel. Want ik vind het vreemd dat Icom er dan niet voor zorgt dat als de mic eenmaal 50% staat, dat het dan goed klinkt. Dat je er überhaupt iets aan moet doen, vind ik raar. Want in FM hoef je er ook niks aan te doen. En in SSB hoef je er eigenlijk ook niks aan te doen. En klinkt audio altijd in ieder geval acceptabel. Misschien dat het beter kan, maar er moet niet veel aan, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb hem al 20 gezet. Dus ik ben erg benieuwd of dit dan beter klinkt. Ik voel me eventjes retour. PA0WCA, ja, PA2DKW. Ja, PA.
Ja, 2 dekken. Ik ben wel juist wat aangenaam, dan loopt hij niet zo vast. Je zou nog wat hoog eraf kunnen halen, dat klinkt wel wat neuzig nog. Maar dat kan je ook instellen bij de instellingen heb je voor elke mode kan je hoog en laag een beetje bij filteren, maar dat is prima verstaanbaar. De DMR is het veel erger. En je kan je ook nog terugluisteren naar de hand bij de site van PD4 FMJ. Als die op de site staat, deze uitzending. Dus, maar het blijft altijd een beetje lastig met die digitale modus. Want het luistert heel kritisch. Die filters aan de voorkant, als het hard is, loopt de sample vast. En als je te veel verder met je frequentie doorschiet, dan krijg je allerlei aliasen erin. Dat is bekend bij oversampling, of ondersampling eigenlijk. Dus, dat is goed zo, joh. Er zijn nog een paar instellingen die je kan doen, maar dat is niet zo belangrijk. Microfoon naar, even kijken, PA8S. Ik weet niet wie er verder nog in de ronde zit. Misschien BKO, ik weet niet. Even kijken of PA3 BKO er nog is. PA3 BKO van PNL Show. Ja, wat Jim. Bedankt. Ja, ik wilde nog even wat zeggen. Ik had laatst een QSO met TNL SVX in Alphen. En die is nogal tuk op tuk AI. Nou, pun intended. Die is nogal tuk op hele goede modulatie. En die zei van ja, dat die IC705 die klinkt toch wel heel erg slecht. En ik zeg nou, ik schakel nu even over naar mijn ID51. Hij zegt nou, dat is echt een modulatie om te doen. Hè? Dus dat, ik heb eigenlijk weinig instellingen in die ID51 kunnen ontdekken. Maar wel instellingen in die IC705, maar dan vraag ik me af, die IC97, dat is alleen maar een UHF, VHF, SHF apparaat, maar de 705 is gewoon een QRP HF zender. En dat is natuurlijk wel heel wat anders natuurlijk dan FM en digitale modus en zo. Dus ik vraag me af, ik weet niet, ik kan dat wel eens even kijken. Dat weet ik dus niet, maar het lijkt me wel handig en ook de ontwerper zou daar rekening mee moeten houden. Dat er dus per mode, dus HF en FM en digitale voice modes, dat daar aparte settings zijn voor modulatie, neem ik aan. Ik geef me even aan BAWCA van PR3 BKL. Ja, als je PR3 BKL op NLS, ja. Ja, er zijn een paar. Je kan in die 705 ook bij DV-mode, dus in de setting even kijken. Bij de 7100 precies zo, hè. Je hebt tooncontrole, als je bij set, even kijken. Menu, set. Tooncontrole. RX en TX. En dan kan je kiezen uit SSB, AM, FM en DV. En bij digitale voice kan je dus de bas iets omlaag of hoog schroeven en het hoog. Ik heb mijn hoog op min 2 staan en de bas op 0. Iemand zei ook tegen mij dat ik te veel hoog erin had zitten bij de meeste wel. En ik vind jouw audio eigenlijk niet slecht op het WKL van TNLS. Ja, je vindt jouw modulatie eigenlijk helemaal niet zo slecht, alleen iets te hard. Maar dat is bij de meeste. Omdat het dynamisch bereik van die decoder is maar 46 dB. Dus je loopt heel snel vast. En als je misschien ietsje zachter zet, dan. Maar ik vind hem niet slecht hoor. Ik denk hier komt best. Ga ik best wel goed over. Even kijken wie de microfoon krijgt. Volgens mij weer even terug naar. PA8S van PLW. Ja, je hebt
Papa Alpha 8, Sierra. Ik zit ook eventjes mee te lezen op de chat. Het idee over de bekende blauwe tv-dongel. Dus ik zat zijdelings mee te luisteren. Ik heb eigenlijk verder niks meer toe te voegen. Dus voor mij is eigenlijk op dit moment even de ronde mijn input afgelopen. En anders geef ik alweer eventjes een geel Papa Alpha 8 Sierra uit. En wie hem wil, die pakt ze maar. A2HP. Ja, gaat u gewoon. PA2HP van Penalwesje. Ja, goedenavond. Dat is Papa Alpha 2 Hotel Papa, namens Harry. QTA Albert Tonga. Ja, oké, Wim. Wat Robert in Istanbul net bedoelde, is dat is een tekortkoming van die 9700 en nog een aantal icon sets. Ik heb er zelf ook een. En dat is heel irritant. Wat hij bedoelde is, als je dus een QSO hebt, in Daystar. En je schakelt niet vermoedend over naar een FM QSO 10 minuten later. Dan ben je veel te zacht, want je hebt je settings wellicht op 20% staan. Want dat is goed inderdaad voor de Daystar volume. Maar wat Robert bedoelde is, zou je dat niet aan kunnen passen met dat je voor elke audio of voor elke mode een aparte setting kon maken. Hè? Dus voor de digitale mode, dat je kon zeggen van nou ik zet hem op 20-25% en schakel je over naar FM, dan zet je hem op 60%, dat je niet iedere keer hoeft te switchen, want je kan je vingers erop gelijk, of de klok erop gelijk zetten natuurlijk. Dat als je de volgende keer in FM zit, dat die weer veel te zacht is. Of andersom, dat die op Daystar weer veel te hard is. Ik betrap me daar ook op. Ja, net als de power trouwens. Ik werk dan met een hotspot. Maar ik zag net dat ik hem met 100 watt instuurde. Gewoon domweg, omdat ik vergeten ben dat ding kracht te zetten naar een paar watt. Wat meer is genoeg is voor een hotspot natuurlijk. Het zijn allemaal dingen die, ja, die hadden ze natuurlijk in een soort van, ja, ik ben even de naam kwijt. Profielen hadden ze dat natuurlijk, hadden ze moeten introduceren. En dan had je van dat geouwehoer afgeweest. Hè. Ja, ik vind het wel een tekortkoming. Goed, microfoon even naar Robert in Istanbul. PA3, BKL, Papa Alpha 2 Hotel Papa Alpha. Ja, goedenavond, Harry was geloof ik. Dacht ik. Ja, inderdaad. Nou, ik meen te me herinneren dat Wim net zei van als je nou naar die settings gaat, dan heb je RX en TX, dat je daar dus inderdaad diverse afdelingen had voor DV en voor de andere modus, hè, voor FM en zo. Het is natuurlijk geen HF-set die 9700, dus de hele HF-afdeling SSB en gewoon normaal AM bestaat helemaal niet daar. Maar, hoewel, ja, je hebt natuurlijk wel all-modus, het is een all-modus set natuurlijk, hè? Ja, maar het blijft een beetje moeilijk. Ja, ik weet niet precies hoe die menus daarin zijn gezet, maar ja, daar kan altijd nog een beetje verandering in komen natuurlijk, hè? Dat ze misschien dat toch nog even gaan wijzigen, omdat er berichten binnenkomen van amateurs die zeggen, ja, nou, dat vind ik toch wel heel erg lastig. Elke keer als ik op HF zit, dan moet ik de boel weer omhoog schroeven. En dat zijn toch wel ja, dingen die je gewoon één keer moet instellen. En daarna moet je er afblijven. Maar ja, nogmaals, er is ook iets heel raars aan de hand. Ik weet niet of jullie wel eens naar de podcast van Adam Curry en John Dvorak hebben geluisterd.
die voorwerk, dat heet No Agenda, heet die podcast misschien wel eens goed. Anders vrij interessant, twee keer in de week. Johnny Vork, die zei tegen mij, mijn audiospectrum van mijn stem heeft geen midden. Alleen maar heel laag en heel hoog. En daartussen zit helemaal niks in. Dus dan krijg je weer een probleem. Dat mensen dus met een hele zware basstem, dus iemand die gewoon zijn hele leven sigaretten gerookt heeft. Die heeft natuurlijk een hele zware stem. En mensen die gewoon... ik zal maar zeggen, niet gerookt hebben, die hebben weer een ander spectrum natuurlijk. Dat moet je natuurlijk ook niet vergeten, dat ook invloed heeft natuurlijk, hè, wat er uit jouw audio spectrum, uit jouw van jouw stembanden afstraalt naar de microfoon. Dat is natuurlijk ook een heel ander verhaal. Hè. Dus er is gewoon een heel rijtje parameters die allemaal toch wel een beetje moeten worden aangepast. Hè. Maar ja, aan de andere kant normaal. Ik zal dus zeggen van als het goed verstaanbaar is, dan zal ik verder dan niks over zeggen. Maar je hoort af en toe wel eens een keer dat de vocoders eigenlijk helemaal worden overstuurd. En dan vallen er gewoon stukjes weg. Net als de digitalisering, net als bij een tv, dan ga je ineens blokjes zien. Hè? En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En het is natuurlijk wel zo dat je hersenen natuurlijk een heleboel... fouten van een audio afsnoepen. Ik geef mee van WCA van P3 BKL. Ja, van P3 WCA. Ja, blijft wel wat lastig. Die codes worden heel snel overstuurd. Daar is de informatie, ik werk hier ook met een 9700. Hè. Alleen ik gebruik hem nu in turbo mode. Ik heb dus geen hotspot. Ik werk rechtstreeks in turbo mode de internet op, hè, met de reflector, dus ik heb geen hotspot ertussen zitten. Ik ga rechtstreeks hier het netwerk op en dan via internet naar de reflector toe. Daar zit ook nog verschillen, heb ik wel gemerkt, daar moet ik ook nog even naar kijken. Als je over de repeater heen werkt, dan klinkt het schijnbaar ook weer anders dan dat je gewoon rechtstreeks in turbo mode werkt. Maar dat kan dus ook hebben, dan zei je wel 9100, maar dat zullen de meesten wel weten. Ik kan ook over de repeater in Rotterdam, ik ben namens Wimmer Kutjaans Rotterdam. Ik kan wel over de repeater van Voorburg. Die kan ik aanspreken, dan ga ik gewoon over de repeater heen. Maar ik zit nu gewoon in terminal mode, dus zonder hotspot of wat dan ook. Dat was het even voor mij voor dit moment. Even kijken. Die hebben we nog een tijdje niet gehoord. PA2DKW. En dan ga ik er ook langzaam tussenuit. Ga even de microfoon naar PA2DKW van PLWS. Ja. Prima. PLWS, ja, PA2DKW. Ik heb nu ook mijn, even kijken, travel voor de DV-mode in TX-2 gezet. Dus er is dan ook wel hoog vanaf. Overigens heb ik in de RX, dus in de ontvangst, heb ik de treble een plus 2 gegeven voor DV. En dat klinkt al een heel stukje beter. Ik moet eerlijk zeggen dat ik iedereen maar een beetje dof gemoffeld vond. En als je de treble dus een beetje opschroeft, dan begint het zowaar naar een beetje op een normale stem te lijken. Ja, voor zover je daarvan kan spreken in deze digimode. Maar goed. Dat is een andere discussie. Maar komt de verstaanbaarheid in ieder geval ten goede. Dus ik heb nu mijn TX voor de DV de treble min 2 gedaan. En de RX heb ik plus 2 gedaan. En dat komt eigenlijk bijna bij iedereen zijn audio de verstaanbaarheid ten goede. Overigens die 9700, die heb ik dus net naar gekeken. Die heeft wel sinds een update, ik denk dat inmiddels al een half jaar geleden is, heeft hij dus profielen gekregen. Je hebt in het menu heb je er een knopje bij gekregen. Moet je wel naar het tweede schermpje, dat heet preset. En dat hebben ze gedaan voor bepaalde FT8 instellingen, dat je dat makkelijk kon opslaan, dat je niet iedere keer in het menu allerlei zaken hoeft aan te passen voor FT8. En als je vervolgens weer analoog ging werken in SSB of in FM, dat je dan weer allerlei settings moest veranderen. Dus ze hebben een knopje met profielen gemaakt. En daar staat dus standaard een normaal in en een FT8 profiel. En dan heb ik daar even zitten neuzen of je toevallig daar een extra profiel kan aanmaken, bijvoorbeeld TV, waarin je de mic gain terugzet. Alleen
voor zover ik nu even snel heb bekeken, zit de mic heen zit niet opgenomen in de profielen. Dus je kan het zo waar profielen aanmaken, alleen volgens mij is de mic heen daar niet in opgenomen. Dus je kan, ja, je hebt nog steeds maar één centrale mic heen en die geldt voor alle profielen, voor alle moden, op alle banden. Dus daar heb je dus geen fluit aan. Dus inderdaad, als ik het zo hoor, zal ik in FM en SSB mijn mic heen op 50 moeten zetten. En in die store zal ik hem dus terug moeten halen. Maar goed, ik blijf dat vreemd vinden waarom Icom dat niet gewoon vanuit fabriek af regelt. Dat 50% goed is. Waarom moet het terug? Maar goed. En ik snap wel dat zo'n telefooncoder over zijn nek gaat. Maar ja, waarom sturen ze dat dan hard in met een setting van 50%? Dat blijf ik vreemd vinden. Maar goed, misschien ben ik daar een zeurpiet in. Even kijken. Ik stuur maar even willekeurig door en ik hoop dat de audio beter is, nu ik wat van het hoofd heb afgesnoept. Even kijken, PA8S was eruit geloof ik, dan stuur ik maar door naar Harry. PA2HP, van PA2DKW in het groepje. Ja, PA2DKW. Even kijken hoor. Frank, ja. Oké, Frank, ja. Het klinkt goed, hè? Het klinkt gewoon goed. Niks meer aan doen. En het is toch zo met digitale modus. Het wordt allemaal omgezet. Ik zit met een handmicrofoontje. Ik zit met een studiomicrofoon. En dat. Het is maar net hoe wordt het verwerkt. Hè? Ik heb ook niet al te veel aan die settings gedaan. Voor mij staat het bij mij hier zowel in RX, als in treble als in bas allemaal op nul. Ja, maar dat klopt wat je zegt. Die mic gain die blijft onveranderd. Ja, en ik gebruik hem niet vaak, die 9700. Maar ja, je moet er weer aan denken. Ik kan er weer bijna op wachten. Ik zou hem eigenlijk gelijk terug moeten zetten als ik morgen of overmorgen weer een QSO maak met iemand hier uit de omgeving. Maar ben je zacht? Oh ja, ik zat in de D-star ronde dinsdag. Ja, even een procent of 20, 30, 40 omhoog. Ja dat had anders gemogen. Maar goed, oké. Goed. Ik ga er van tussen. Iedereen gegroet. En graag tot horen. Ja. Schrijf ik hem door naar Robert in Istanbul. Hè? PA3 BKL. PA2HP. Ja, Roger. Prettige avond. Bedankt voor de input. Interessant. Ja, daar blijven natuurlijk altijd schoppingen te wensen natuurlijk. Hè. En het is wel zo dat Icom altijd wel luistert naar commentaren. Hè? Ik bedoel, zinvolle commentaren. Dus mensen die gewoon een heel goed verhaal hebben. Dat wordt natuurlijk echt wel meegenomen, zoiets. Hè? En ineens zie je zoiets, een verbetering verschijnen in de software. Dus dat werkt echt best wel, hoor, die terugkoppeling. Dat vindt Icom ook alleen maar helemaal gaaf, dat dan het product gewoon veel beter gaat werken. Dat is voor hen ook een input natuurlijk, ja. Oké, ik ga me ook even uitmelden. Het is hier een beetje warm hier in deze kamer. Ik ga eventjes op het balkon zitten. Ik had eigenlijk even een beetje op willen rondlopen langs de zee hier, maar dat... Ik zag ineens de ronde aankomen. Ik denk, gaan we toch even inmelden. Ik vind het altijd wel leuk, hè? De afgelopen rondes waren best wel zeer interessant, ja. Oké, ik geef me even aan... ik geloof dat de DCA... had die machine al weg? Of... ik wil nog even aan WCA even vragen... wat heb jij voor meetapparatuur om die modulatie te meten? En je had het over de onderkanten van sinussen die... die afgeplat waren en zo. Waar doe je dat gewoon met een scope of zo? Hoe doe je dat? Even naar PA0 WCA van PA3 WKL. Ja, PA3 WKL, PA0 WCA. Ja, dat kan gewoon met een scope.
Maar op de 9700 en bij jou op de 705 er zit een audio spectrumscoopje, dat kan je ook aanzetten. Dan kan je ook meekijken. Even bij menu, hè, 1, audioscope. Dan krijg je zelfs spectrum te zien als een chronoscoopje. Maar ik wil een chronoscoop. Maar het voordeel hiervan is ook dat je rechtstreeks meet. En ik heb gewoon een spectrum analyzer op de PC voor audio. Dus dan kan je de spectrum ook mee bekijken. Maar dat zit ook op de 9700 standaard. Alleen is het niet zo geavanceerd. Dus dan zit er gewoon op jou, op de 705. En wat ik nog zeggen. PA2AP, die klinkt ook prima, dat is helemaal geen punt. Wat ik wel zag, even als laatste opmerking, dat de 705, de rol van de 705 is anders dan van de 9700. Bij de gebruikers die net een 9700 velden, daar viel de spectrum netjes af vanaf 3KC naar 4. Dat was heel mooi. En bij de 705 is die wat minder. Ja, terwijl je zou verwachten dat het zo is. Robert, je kan zelf ook, je hebt zelf een scoopje, dat misschien wist je niet. Dat was mij mee, maar als je het al wist, even terug, BKL van Alessia. Ja, ja wat, ik zat een keer te spelen met die minuutjes en toen dacht ik even, kijk hoor, ja, audio uitgesloten, audio, en toen zag ik ineens een knopje, waar je dus inderdaad de spectraal kan kijken wat er is. Zo kan je eigenlijk beoordelen hoe je stem eigenlijk klinkt. En wat ik al voor die John D. DeVork met dat hele rare audiospectrum veel laag en veel hoog. En in het midden gewoon helemaal niks. Dat is een heel aparte stem is dat. Hè? Ja, het klinkt een beetje als een, hoe heet het? Een beetje een leeg geluid eigenlijk. Dat gewoon een hele midden van het audio gewoon echt helemaal niet bestaat. Het geeft een hele aparte stem. Maar het is wel heel goed verstaanbaar, schijnt het te zijn. Maar in de rest heb je een soort, zie je inderdaad de modulatie zie je. En dat werkt heel goed. Ik zit wel eens te kijken en dan zitten met een tafelmicrofoon. En die zitten daar nog niet achter me. Die zitten gewoon in een... In een kantoorstoel op wieltjes zitten die met een benen op de tafel. En die zitten dan zo 2 meter van die microfoon af. En dan hoor je dat. En zijn de echo's zijn ook goed te horen. Dat is altijd een heel rottig geluid. Hè. Daar kan je niks anders aan doen dan gewoon dicht bij die microfoon te gaan zitten. Ik praat trouwens nu altijd tegen de achterkant van de microfoon. Om niet dat gespuug te krijgen. Hè. Soms. Ja, zus, ik kom heeft er een handje van. Die is dat dan. Ik geloof dat hij in de microfoon praat van de set zelf, hè, van de ID31 heeft hij. Een van de eerste versies geloof ik. En daar is het af en toe wel eens een beetje gespuug en overmodulatie. Zo moet ik het te nemen vaak, maar meestal ook niet. Oké, ik ga me uitmelden. Wim, hartstikke bedankt voor allerlei interessante verhalen. Echt heel leuk. En het is wel interessant als je in al die documenten duikt en wat er allemaal, hoe het eigenlijk allemaal hoort te werken en zo. Wat de beperkingen zijn en zo. Ja, ik heb nog even één vraagje. Je had het over die jitter, hè? Dat was toen in een QSO met Norbert en ondergetekende en jij. En ik moest helaas even naar buiten. Dus ik heb eigenlijk met spijt ben ik weggelopen uit dat... QSO. Maar die jitter, daar valt natuurlijk gewoon niks aan te doen natuurlijk. Dat heeft te maken met het netwerk, of niet? Maar ja, 0 WCA, PA3 BKL. Ja, PA3 BKL, PNLS. Ja, ik praat meestal langs de microfoon. Dat kan ook weer bij de achterkant. Ik praat aan de zijkant. De jitter... Kijk, dat hele spul, die sampled netjes met 8 kHz in 50 frames per seconde.
En die codex die vereist namelijk dat dat ook op dezelfde manier binnenkomt, anders werkt het niet goed. De enige manier, en internet, zodra het internet opgaat, dan is het maar de vraag of het goed aankomt, omdat internet is eigenlijk best effort. En eigenlijk zou je een huurlijn moeten hebben, dan heb je meer stabiliteit, maar dat is er niet. Dus aan de zenderkant zit al een buffer in van 700 byte, ongeveer 80 milliseconden. Dus vandaar dat er daar zit al iets vertraging om de jitter op te vangen. En onderweg kan die natuurlijk in allerlei, als het druk is, dan kan het dus in allerlei routers en reflectors. En als het daar druk is, kan dus de datastroom opgehouden worden. En als dat te lang duurt, ja, er mag maar een bepaalde tijd in zitten. En als je, afhankelijk van de grootte van de buffers, kan je dat een beetje opvangen. Maar ik heb geen idee hoe groot de buffers in de reflectors zijn. Wat ik zie hier, is dat ik een jitter heb op een gewone verbinding. Dus het zit niet eens op hotspot. Ik zie hier wel jitters van 80 milliseconden of 100 milliseconden voorbij komen. En dat moet allemaal opgevangen worden in die buffers. En als dat goed gaat, dan merk je er natuurlijk niks van. Maar als het langer is dan ja, als een buffer leegloopt, dan mis je data. Dan moet je gokken. En dan krijg je natuurlijk ook weer rare geluiden ertussen. Dan moet je iets gaan, dan moet je gaan gokken tussen twee bytes in. Maar goed, hoe meer buffering, hoe meer vertraging. Hè, daar moest je ook zo lang wachten voordat tussen twee stations in. Dan moet even de buffer moet even leeglopen. Maar ik kan nog niet achter die gegevens komen om er een beetje iets zinnigs over te zeggen. En ik wil er ook wel wat aan meten. Dat ga ik ook wel doen, maar dan moet ik eerst voldoende gegevens hebben. Even kijken hoe die buffers lopen. En welke invloed dat heeft op de jitter performance. In DMR hebben ze dat wel. Er zijn wel specificaties voor de jitter buffers, maar in deze zou ik ze nog niet kunnen vinden. Misschien zijn ze er ook niet. Dus nee, daar waren we mee bezig. Tenminste, dat is toch, daar ga ik nog verder in diepen, maar alles op zijn tijd, hè, Robert of Norbert, wat is het? Nog even terug en dan stop ik er ook mee. PA3 BKL van PLW. Ja, Roger, ik hoor net een piep en ik denk, hé, wat is dat? Er kwam een mailtje binnen, dat is een mailtje van John. Die zit natuurlijk toch lekker mee te luisteren. Hij zegt, ik zat net nog even mee te luisteren. Iedere stem mist een heel groot stuk tussen ongeveer 600 en 1100 hertz. Boven- en ondergrens varieert van persoon tot persoon. En dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Oude manbreedte compressiesysteem haalde 400 hertz of meer van de bovenkant af. En confronteerde dat daarna bij iedereen leeg gedeelte. Ja, dat is interessant. Wist ik niet. Maar ja, je hebt gewoon, als je een hele stemmendatabase hebt en je gaat dat spectraal bekijken, dan sta je te kijken. Kijk, waarom klinkt een stem zo prettig, hè? Mijn vrouw zit natuurlijk wel eens mee te luisteren. En dan is John aan de microfoon en die heeft gewoon een hele prettige stem. En die zou zo bij de NOS als nieuwslezer kunnen fungeren. Die heeft gewoon een hele goede stem. En die moet natuurlijk wel s'morgens nog even opstarten en zo. dat dan weer wel. Nee, je kan natuurlijk niet. Een sporter moet ook eerst even een beetje warm lopen natuurlijk. Hè? Ja, AI. Maar de ene stem klinkt gewoon. Ja, dan denk je van jee, wat is. Ik stond een keer bij een winkel in Hilversum. En er stond een nieuwslezer. Ik zal niet vertellen wie het was. Maar van een groot hoofd. AI. En ik denk, verrek joh, dat lijkt wel de stem van, Fred Emma was het, hè. En, toen was hij even buiten die winkel en ik zeg, ik herkende u aan uw stem. Nou, hij moest lachen natuurlijk. En, maar dat is gewoon, ja, je hebt gewoon hele herkenbare stemmen natuurlijk, die hoor je elke dag. Dan denk je, als er iemand naast je staat die zo klinkt, denk je, verrek joh, dat lijkt wel, hè. Ja, zo heeft iedere stem een eigen karakter natuurlijk. Hè. Maar er zitten wel overeenkomsten tussen en ook verschillen natuurlijk. Maar de overeenkomsten zijn het minst interessant natuurlijk. Oké, ik ga er mee stoppen. Dat had ik al een paar keer aangekondigd. Maar ja, dit is toch wel een behoorlijke verslaving. Deze amateur hobby
Iedere keer hoor je weer een interessant onderwerp. Of er komt weer een mailtje tussendoor. Oké, ik geef hem voor de finale aan PNL-WCA. En dan dank ik iedereen voor het meedoen aan de ronde vanuit het warme Istanbul. Ja, Roger, WKH van PNL-WCA. Ik stop er ook mee even. Dat moet je redden. Dan hoor je stof voor de volgende keer. Nou, iedere keer wel hoor je wat over. Ik vind het wel leuk om erin te duiken. Oké, hey, tot wederhoorns. PNL-WCA, het ook QRT. Ja, PL3, WKL, auteur 2. Iedereen een prettige avond en tot de volgende week. Hè.